Maasduinen Podcast. De verkiezingen zitten erop en om de beurt schuiven de lijsttrekkers hier bij mij aan om samen even te kijken, hoe zijn de verkiezingen verlopen? Hoe staan we ervoor? Wat kunnen we eventueel betekenen in de toekomst? En vandaag aangeschoven bij mij, Pepijn, ik wou zeggen de grootste verliezer, maar dat is eigenlijk is dat ook niet waar. Hè? Ik bedoel, nee. je hebt minimale verlies gehad, procentueel gezien, ja. Maar met grote gevolgen. Ja, dat klopt. Hè. Dus als je gaat kijken naar het resultaat, en daar draait het uiteindelijk om, dus daar begin ik dan ook mee, zijn we natuurlijk teruggegaan van 2-1, wat een teleurstelling is. Wij zaten met 2 zetels de afgelopen 4 jaar in de coalitie, in de raad. En nu blijft daar 1 van over. En als je dan als je dat wegzet ten opzichte van de rest van de coalitiepartijen en ook de percentages. In feite is ons kiezerspubliek, om even zo te zeggen, is bijna gelijk gebleven. Hè? We leveren 1% in. Wat een teleurstelling is dat je inlevert. Hè? Maar daar is ook een partij bijgekomen. Dus... Oh, absoluut. Absoluut. En het signaal vanuit de kiezers ook richting de hele politiek. Hè? Het CDA levert 14% bijna in, de PK 3%. Wij 1%. Dus als coalitie lever je in totaal in. En dat gaat naar dorpsbelangen. Hè? En ook hier nog een keer gefeliciteerd aan die partij. Hè? Dorpsbelang heeft ook wel gezegd dat het nu een coalitie van losers is. Ja, tuurlijk. Ja, kijk, ik heb, dus je hoeft niet meer netjes te blijven. Dat zeg je nu, je hoeft niet netjes te blijven. Maar ik vond het wel een interessante. Kijk, als je zegt, we willen graag op dat plus zitten, wat dorpsbelang heeft gezegd, dan is dat natuurlijk geen handige zet om dan de grootste partij ook te kwalificeren als losers. En een coalitie. Of misschien is het wel heel eerlijk. Is het wel een hele eerlijke duiding. Dat snap ik. Totdat misschien hard aankomt. Dat kan ik me wel voorstellen. Hard aankomen. Kijk, het is politiek. Hè? En politiek is ook een plek voor ego's. Dus die worden soms gedeukt. Maar dat betekent ook als je daarin uitdeelt dat je wat kunt verwachten. En dan ga ik nu ook even kort uitdelen. Met een knipoog wel. Kijk, je hebt gevraagd van wat wil dorpsbelangen? Nou, dorpsbelangen wil heel graag meeregeren. Ja. Nou, de coalitie die dan zou kunnen, qua aantallen, is of CDA of PK en dorpsbelangen. En dan nog een derde partij. Ja. Dat gaat kern niet worden. Kunnen zeggen dat heel ver uit elkaar zit. Precies, vanuit die standpunten. Dus er komt of de VVD erbij, of het en dan wordt PK. Het marginale meerderheid. En wat doet dorpsbelang dan? Kan ook. Ja, wacht even. Ik maak even mijn sneertje af naar dorpsbelang natuurlijk. Naar Patrick. Ja. Maar dan gaat dorpsbelang met een coalitie van losers in zee. Dus dat is natuurlijk interessant. Dus hij zet ons weg. En ik snap dat wel natuurlijk naar buiten toe. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe hij dat dan zelf duidt. Maar dat gesprek zullen Patrick in ieder geval wel een keer voeren. Ik vind het wel een interessante theorie van je. Maar de gevolgen zijn natuurlijk wel heel groot voor jullie. Hè? Ik bedoel, het is niet zo de 1,2% verlies, daar kun je in de regel wel overheen stappen. Hè? Dat is in de marge. Ja. Maar het gevolg is dat je 1 zetel overhoudt. Ja, dat klopt, weet je. En dat heeft ook persoonlijke consequenties. Hè? Kijk, waarin wij de afgelopen 4 jaar met 2 mensen in de raad hebben gezeten, kun je en je geluid beter laten horen. Maar ook in de voorbereiding van onderwerpen konden we daarin wel een verdeling maken. Hè? Nu is daarin alles komt op 1 man af. Dus dat heeft voor mij persoonlijk ook gewoon consequenties. Dat maakt het nog lastiger. Ja, en jij geeft aan, dat heeft voor jou persoonlijke consequenties. Hoe moet ik dat dan zien? Heel simpel. Moet je harder werken? Ja, ik moet meer doen. Maar de fractie is dan niet kleiner geworden? Nee, de fractie trouw is, en dan kunnen ze... Ja, die fractie is trouw, gelukkig. En daar leun ik ook wel sterk op. Hè. We hebben een commissiestelsel, dat scheelt natuurlijk ook heel veel, want daar wordt heel veel in voorbereid. Alleen op zo'n avond, hè, heel simpel, we hebben nu de komende, volgende week hebben we een commissievergadering waar de raadsleden aan zitten. Dat is een hele volle agenda, zo vol dat er zelfs is besloten om hem na 2 dagen uit te smeren. Al die onderwerpen,
er is één woordvoerder bij de VVD, dat ben ik. In de oude situatie, toen we twee zetels hadden, konden we nog zeggen, joh, doe jij deze onderwerpen, doe ik die andere onderwerpen. In de voorbereiding ben je overal bij. Maar je wil net, waar het bij politiek om draait, is die tweede termijn. En in de eerste termijn heb je je verhaaltje voorbereid en klaar. In de tweede termijn wil je reageren op wat je collega-politici zeggen. En dat betekent ook dat je in je voorbereiding meer moet doen dan alleen even je eerste verhaaltje opschrijven. Je moet wel weten waar je over praat. Ook daarvoor geldt, dat is natuurlijk ook input die ze, die ze op afstand jou moeten kunnen voeden. Hè? Ja. Ik bedoel, en in de commissies moeten ook mensen zitten die jou, zeg maar, voeden. En die hebben we en die zijn goed ook. Hè? Dus dat is wel heel fijn. En ook mensen die niet in de commissies zitten, die voeden mij daarin. Hè? Sommige mensen kiezen er bewust voor om op de achtergrond te blijven, geen commissiewerk te doen. Maar dat wil niet zeggen dat ze zich niet inlezen, voorbereiden en mij voorzien van kundige adviezen, tips en ook samen het fractiestandpunt bepalen. Hè? De VVD bestaat niet alleen uit mijn persoon. Ik ben het gezicht, straks ook in die raad. Maar er zit wel een, dat klopt. Dat had, klopt. Je, ja. had je, toen je de uitslag zag en toen de verdeelsleutel duidelijk was, en zeker ook hoe de restzetelverdeling uiteindelijk, welke kant dat balletje opviel, was je toen zuur? Nou, ik ben niet zo snel zuur, wel teleurgesteld. Kijk, waar ben je dan? Dat vind ik wel leuk. Want waar ben je dan teleurgesteld? Ben je dan teleurgesteld in jullie of in je achterban? Of in de achterban die niet naar de stembus is gekomen? Of aan de achterban die overgelopen is? Nee, ik ben niet teleurgesteld in mensen die overlopen. Weet je, dat is dan. Kijk. Als ik kijk naar die teleurstelling, die zitten wat mij betreft in twee dingen. Het eerste is dat we niet in staat zijn geweest als totale politiek om mensen te mobiliseren om naar de stembus te gaan. Dat vind ik een gemeenschappelijke teleurstelling. Maar die trek ik me wel persoonlijk ook aan. Weet je? Ik ga ergens voor, ik sta positief in het leven en ik hoop dat ik mensen kan bereiken die daar denken van, hey, daar vind ik iets van. Het zij positief, het zij negatief. Dus ik ga mijn stem laten horen. Dat is niet gebeurd. We zijn onder de 50% gedoken. Ja, dat doet pijn bij mij. De tweede teleurstelling zit natuurlijk in ons eigen resultaat. Dat je maar met één zetel verder gaat. Ja. Dat betekent toch, ook al kan die ene zetel echt, en daar gaan we het zo meteen waarschijnlijk wel over hebben, kan die toch nog wel interessant zijn naar de toekomst toe. Je verliest een zetel. Dus je verliest impact wat dat betreft. En, ook slagkracht voor onderhandeling of niet? Nou, dat is het grappige. Ik denk juist niet. Oké. Want is het dan ook niet zo, en dan ga ik even op de stoel van de duivel zitten. Ja, dat doe je graag. het zijn mijn eigen stoelen dus. Nee, maar is het dan ook niet zo dat ik kijk, we hebben het over 1,2% wat de verlies is. En dat is ook echt, zeg maar, twaalf zetels. Ja. Maar als ik zie dat... Twaalf stemmen, sorry. Twaalf stemmen. Maar als ik zie hoe in de hele aanloop jullie nummer 2 zich bijvoorbeeld helemaal niet heeft laten zien. Nee. Niks. Totaal niet. Was het niet verstandiger geweest om, zeg maar, Het risico wat meer te spreiden, zodat als iedereen een paar stemmetjes... Ja. Aan Patrick en Jacob die vraag ook gesteld, die ik nu ga beantwoorden zonder dat je hem stelt. Hè. Dus als we gaan kijken, de evaluatie, de duiding, hè, hoe bekijken wij de campagne, hoe bekijken wij het hele traject? Spreiding speelt daarin, denk ik, bij ons wel een rol. Als je gaat kijken naar onze lijst en de vertegenwoordiging in verschillende dorpen, denk ik dat we daar nog meer uit moeten halen. Dus dat VVD-geluid en die VVD-kop ook, hè, dat speelt hier in deze gemeente absoluut een rol. Dat je daarin voldoende mensen zichtbaar moet hebben in alle dorpen. Ja, want je bent toch wel met me eens dat men stemt op de persoon en men stemt niet zozeer op het programma. Ik denk dat het een mix is. Weet je? Kijk, hoopt dat het een mix is. Nou ja, goed. Maar dat is lastig. Hè? Kijk, als je terug gaat kijken. En we hebben een mooi debat gehad in de Mariaschool. En als je kijkt, als ik dan terugkijk hoe zo'n debat verlopen is. En ik leg daar de uitslag van de verkiezingen naast. Dan kan die niet helemaal matchen. Ik denk als je. Dus... Dat zit hem deels op inhoud. Ja. Ja, of op persoon. Ja, ook dat. Persoon. Ja, precies. Ik zou het eerder duiden op de persoon. Ja, volgens mij bedoelen we hetzelfde. Want als ik de
debat even terugkijk, daar vond bijna iedereen zichzelf als winnaar uitkomen. Dus dat vond ik wel mooi. Ja. Dan zou je met 5 partijen allemaal 3 zetels moeten hebben. Weet je? Dus dat is interessant, hè? Ik ken 4 partijen die 3 of meer hebben. Ja, dat klopt. Ja. Ja, goed, en als je naar het debat kijkt, ja, goed, ik ga jou die vraag niet stellen, omdat je onafhankelijk bent natuurlijk. Wil zijn. Wel, ja, goeie. Ja, maar dat zijn wel dingen. Kijk, als je dus nog een keer zit het op koppen of zit het op inhoud? Ik denk toch dat het een mix is. Ik hoop, en nou ja, goed, weet je, die inhoud, uiteindelijk moet het daarom draaien. Ja. Maar goed, en daar zit denk ik ook een signaal als je gaat kijken naar de uitslag. Lokaal wint fors, ja. Uiteindelijk. Ja, 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 ja. Dat is een signaal voor elke politicus die de afgelopen 4 jaar hier in de Raad heeft gezeten. We moeten daar iets mee. En dat betekent dus ook dat we misschien in ieder geval moeten kijken naar of we die inhoud duidelijker naar buiten toe kunnen uitdragen. Dat we die afstand tussen kiezer en volksvertegenwoordiger nog kleiner maken. Dat we meer uitleggen van wat doen we nou, waarom doen we dat Ik voel een samenwerking met Dorsbelang aankomen. Er komt een samenwerking aan met elk van de partijen in de Raad. Van zo zit ik in elkaar. Dus wij zitten, en of dat nou in coalitie of oppositieverband is. Ik geloof erin dat op het moment dat jij op een goede manier, en dat begint met naar elkaar luisteren, op een goede manier dat gesprek aangaat. Hè, Dorpsbelangen komt er nu bij met 3 zetels. Dat betekent dat het een partij is waar je sowieso naar zou moeten luisteren. Dat ik het automatisch eens ben met hun standpunten op voorhand. Maar als ik al begin met zeggen, joh, ik wil niet naar hen luisteren, want welke reden dan ook, dan komen we geen steek verder. Uiteindelijk, hè, onze slogan was, Bergen is goed, wordt beter. Ja. Als we iets beter willen maken, doen we dat met de mensen die daar straks met z'n allen... We zitten daar straks met 15 mensen van verschillend pluimage. Mm-hmm. Hadden er meer mogen zijn vanuit VVD-pluimage. Hadden er ook meer vrouwen moeten zijn, wat mij betreft. Dus daar wil ik me ook wel harder voor maken. Die 15 mensen zitten hier allemaal met hetzelfde doel. Mag je hopen? Nou ja, daar ga ik wel vanuit. Weet je? Je gaat de politiek in, of je zit in de politiek, omdat je betrokken bent. Omdat je iets vindt van hoe het nu gaat en dat je dat wil verbeteren. Of veranderen. Ja, nou maar goed, veranderen kan aan 2 kanten op, hè. Verbeteren of verslechteren. Ik kan me niet voorstellen dat jij een raadslid hier aan tafel krijgt die zegt, joh, als het aan mij ligt, is het over 4 jaar slechter dan nu. Nee, ho. Ja. Maar wat de een goed vindt, hoeft de ander natuurlijk niet goed te vinden. Dat klopt. Precies dat. Hè. Dus de weg erop, hè. De weg ernaartoe, naar die verandering, naar die verbetering, daar moet je met elkaar het gesprek over aangaan. En dat begint na luisteren met elkaar, luisteren zeker ook naar die inwoners, van oké, maar wat moet er dan in jouw ogen veranderen? Hoe zie ik dat? En kunnen we dan samen kijken of we de taart kunnen vergroten? Ja. En of dat dan met een labeltje dorpsbelangen is, of ik met Patrick Robbe of met Bart Meeges, Kevin Vredeman dat gesprek voer, of Herman van Rijt. Mensen hoeven niet per se in die raad te zitten. Of met Marleen Rijmakers, of met John Cornelissen van het CDA. Of met Harry Bakker van de PK. Het begint erin dat je met elkaar met respect dat gesprek aangaat. Luistert wat die ander te zeggen heeft. En dan vervolgens nadenkt. Oké, weet je, wat zegt hij nou? En wat doet dat met mijn eigen standpunt en visie? En uiteindelijk zou je er met elkaar... Zo werkt het ook in een coalitieconstructie. En zo zou het ook moeten werken in een oppositierol. Dat je met elkaar nadenkt. Oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat over 4 jaar... Bergen er beter bij ligt dan nu. Oké, dat is een mooi betoog. Punt. Hoe nederig ben je nu met 1 zetel? Hebben ze zoiets van, nou, daar heb je Pepijntje Pepijntje die komt als laatste aan bod? Nederigheid is niet mijn grootste kwaliteit. Die moet ik opzoeken. Dan ben je een echte VVD'er. Ja, dat denk ik, Chris. Maar het is wel, nederigheid is wel gepast op dit moment. Kijk, het zou heel vreemd zijn. Maar is dat een onderhandelingsstrategie wat je nu zegt? Of is dat... Nee, dat is geen onderhandelingsstrategie. Kijk, de feiten spreken voor zich. Hè? We hebben 4-4-3-3-1. Ja, wacht, ho. Feiten spreken voor zich. Feiten spreken voor zich. Mm-hmm. En dat is als je leest het eerste verslag van de
informateur, zo moet ik het zeggen, leest dat ze naar een stabiele coalitie willen, meerderheidscoalitie willen, en al de PK erbij hebben getrokken. Daarmee, als je tussen de regels doorleest, zegt hij eigenlijk, we willen doorgaan waar we mee bezig waren. Ja, dat zijn dus geen feiten. Als je tussen de regels doorleest, dan hebben we het niet over feiten. Feit is, de CDA is de grootste partij en is aan zet. Ja, maar feit is dat hij gezegd heeft dat hij met de PK door wilt. Ja, klopt. Dat hij een stabiele meerderheidscoalitie wilt. Precies. Dus één zetel wat ze PK en CDA samen hebben is mager. Vind ik niet helemaal stabiel. Dan zou die ene zetel net het verschil kunnen maken, want de afgelopen coalitiepartij is er ook iemand van partij geswitcht. Ja, dat klopt. Hè. Dus, maar als jij mij vraagt, joh, is die nederigheid, waar is die dan op? Is dat een onderhandelingstactiek, techniek of niet? Nou, het is geen onderhandelingstactiek, techniek. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben, want wij spelen absoluut een rol. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Alleen op dit moment is dat nog niet aan de orde. Hè, die rol die komt en hoe dat eruit gaat zien, weet ik niet. Maar op dit moment zitten we heel simpel in de wachtkamer. Ja. En in de wachtkamer lees je een boekje en wacht je tot je opgeroepen wordt. Ja. En nou ben ik iemand, als ik in de wachtkamer zit, ik maak een praatje met de andere mensen die wachten. Ja. Maar er zijn er ook vaak die daar geen behoefte aan hebben. Nee, dat merk je gauw genoeg, Chris. Dat merk je gauw genoeg. In de politiek, de meeste mensen willen wel praten. Hè? En die willen vooral ook wel over zichzelf vertellen. Dat doe ik ook graag. Zeker zolang zeg maar de coalitie nog boven de markt hangt. Ja. En iedereen nog het idee heeft dat ze het verschil kunnen gaan maken en mee mogen gaan doen, dan... Goed, dat is wat je zegt. Hè. Kijk, in de brief vanuit informateur Knoop staat, alle partijen hebben uitgesproken dat we een stabiele meerderheidscoalitie willen. Dat is wat hij schrijft. En op dit moment is er één meerderheidscoalitie mogelijk met twee partijen. Dat is het vertrekpunt. En de vraag is, wat versta je dan onder stabiel? Hè? Ja. Is dat dan stabiel genoeg? Eén zetel en, verschil en, is niet... En is dan 9 stabiel genoeg? Of zeg je van, we gaan dan voor 11, want dat vinden we stabiel genoeg. Of nee, we vinden 12 stabiel genoeg. Weet je? Nou. Dus die vraag zou je in eerste instantie ook aan Jacob moeten stellen. Van, hoe stabiel is stabiel? Die mag niks zeggen en die kan niks zeggen. Maar ik denk dat hij eerder niks wil zeggen. En dat is onderhandelingstechniek ook natuurlijk. Ja, want dat vind ik dan ook nog wel bijzonder. Er wordt ook meteen geschreven dat er geen behoefte is. Dat is gepeild. Er is geen behoefte aan een externe informateur. Of formateur, sorry. Nee. Jacob is dan de onderhandelaar van het CDA en de formateur. Ja. Is dat niet moeilijk om dan een voor andere partijen om een voorzitter van het gesprek te hebben die volledig neutraal is? Want dat kan dan toch niet? Nee. Nou goed, weet je, kijk, wanneer zet je een externe formateur in op het moment dat er gewerkt moet worden om verschillen te overbruggen, om verschillende scenario's te onderzoeken? Zover zijn we nog niet. Het zou zomaar kunnen dat er wel op een gegeven moment uit gaat rollen van, we zitten in een padstelling en we komen er niet uit. We gaan daar toch een externe formateur voor opzetten. Op dit moment is dat niet aan de orde. En de relaties tussen de verschillende lijsttrekkers, hè, de mensen die daar in ieder geval aan die onderhandelingstafel aanschuiven, met Jacob, is niet dusdanig dat er geen vertrouwen is dat hij dat niet vakkundig en... Misschien is hij wel te vriendschappelijk. Misschien is hij wel te gemakkelijk. Jij zou graag bij die onderhandelingen aanwezig zijn, denk ik, Chris. Ik zou heel graag daar als een vlieg op de muur. Een luis in de pels. Maar dat kan ik me wel voor. Dat meen ik oprecht. Ik ben bang dat het... te gemakkelijk gaat. Daar hoef je van ons wat ons betreft, kijk, ik kan alleen voor mezelf spreken. Hè. Twee zaken wil ik daar wel op zeggen. Vorige week zijn de formele gesprekken geweest en ik ben aangeschoven samen met een collega onderhandelaar namens onze partij met Jacob en Anton Splinter het formele gesprek te voeren. Mm-hmm. Hè. Wat willen jullie? Hoe zien jullie het? Eigenlijk ook een klein beetje wat wij hebben gedaan. Hè. Hoe duid je nou die verkiezingsuitslag? Ja. En dat was een heel neutraal gesprek waarin we open en eerlijk naar elkaar hebben gezegd wat we daarvan vonden,
over onszelf. En maar was daar dat dan al een gesprek om te onderhandelen? Nee, dat is maar nog... waarom zit dan Splinter erbij? Het is geen gesprek om te onderhandelen. Maar natuurlijk komen er wel een aantal punten naar voren die in die onderhandelingen terug gaan komen straks. He, dus het was een gesprek om te peilen. Oké, waar staan jullie? Wat willen jullie? Ja, maar is het niet zo dat de formateur gewoon onafhankelijke gesprekken met alle partijen moet voeren en daarna pas, zeg maar... Dat vind ik vreemd. Ik vind vreemd dat Splinter erbij. Splinter is er geen format. Nee, dat klopt. Dat klopt. Het is een open gesprek geweest tussen in dit geval de partij die gewonnen heeft, of de grootste partij is geworden, dus het CDA. En in dit geval de VVD. Dus het was eigenlijk niet de inventarisatieronde van de informateur. Jawel. Maar weet, daar zit geen onafhankelijke vuist op zo'n bij. Omdat dat niet nodig is. Dus Chris, maar er zit wel de onderhandelaar van het CDA bij. Zo kun je dat... Ja, maar de politieke wereld hier in Bergen is zo klein... Er zitten altijd onderhandelaars bij. Maar dat is wat ik zeg. Het gesprek was geen onderhandelingsgesprek. Het gesprek was een informerend gesprek. Waar staan we? Waar gaan we op aan? En wie heeft de opdracht om dat te inventariseren? In dit geval Jacob. Maar er is blijkbaar voldoende vertrouwen. Er is geen enkele partij die heeft gezegd... We willen dat op een andere manier doen. Okay. En we willen een externe informateur of formateur. Dat is in mijn beleving ook niet aan de orde. En ik snap jouw punt wel, maar ik denk dat je daarin... Dan ga je het proces alleen maar meer complex maken, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Nee, het gaat me niet om het meer complex te maken. Het gaat me er meer om een elke partij een neutrale speelveld te kunnen creëren. En of dat nou jullie zijn, of dat Doorslang is, of PK, of Kern, maakt me helemaal niks uit. Mm. Maar ik ben bang, op het moment dat de onderhandelaar van het CDA erbij zit bij Ik snap die angst, maar die is niet gegrond vanuit mijn perspectief. Dan wordt er volgens mij toch, want je zegt dat er wordt dan toch gesproken hoe sta je in de wedstrijd. Dat zou een informateur ook doen. Ja, maar een informateur moet dat neutraal kunnen doen en gewoon zeggen, dit zijn de 5 standpunten. En daar liggen raakvlakken, zonder dat daar al... Ik vind het opmerkelijk. Vier jaar geleden was er ook geen externe. 8 jaar wel. Toen was dat nodig. 4 jaar geleden niet. Ik denk dat je dat niet groter moet maken dan het is. Dan jullie gaan aan de onderhandelingstafel zitten. Er komt een moment dat er gevraagd wordt van, we gaan ook serieus kijken of we... met de VVD. Wat is dan het breekpunt? Voordat ik dat breekpunt benoem, want ik ga er niet lastig over doen. Jij bent heel stellig dat die wachtkamerdeur open gaat en dat we binnen worden geroepen. Daar ben ik al is het maar voor een gesprek. Nou goed, weet je, vooruitlopend daarop, nogmaals, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Misschien dat straks PK en CDA wel zeggen, jongens, we zijn er helemaal uit en we hebben geen derde partij nodig voor die meerderheid. Misschien komen ze niet als eerste bij ons en gaat er eerst met Dorpsbelang gesproken worden en vormen zij een meerderheid. Dus ik weet überhaupt niet of die deur open gaat voor ons om ons uit te nodigen voor een gesprek. Maar dan kom ik aan tafel. Nou komt die. Bescheidenheid siert de mens, maar nu gewoon... Ja, dan kom ik aan tafel, dan hebben we wel een breekpunt. Ja. En dat is wonen sowieso. Weet je, het zou heel gek zijn als ik nu zou zeggen, we hebben geen breekpunten. Daar heb ik me in de campagne sterk voor gemaakt. Daar hebben we de afgelopen 4 jaar ons hard voor gemaakt. We hebben vaker bij jou gezeten om daarover te spreken. Dus er moet voldoende woningbouwcapaciteit vrijgemaakt worden de komende 4 jaar, zodat er gebouwd kan worden. Durf jij te zeggen, luister, want je kunt ervan uitgaan, op het moment dat jij mee op het plus mag, dan mag er ook een wethouder komen. Dat is vrij duidelijk, want ze willen toch graag door met het 3-wethouderssysteem. En dan komt er een wethouder van VVD. Je gaat me toch niet zeggen wie jullie kandidaat is. Dus dat laten we boven de markt hangen. Die energie die stop ik daar niet meer in. Maar durf jij wel te zeggen, wij willen portefeuille wonen? Als we die niet krijgen, dan regeren we niet mee? Nou, zo die laatste stap, die ga ik nu niet uitspreken, maar wij willen de portefeuille wonen. Durf ik hier wel te roepen, ja, absoluut. Nee, maar aangaf, het breekpunt... Er moet voldoende Maar dan wil je ook dat je daarop kunt...
we verschil kunt maken. We willen daar voldoende invloed op uit kunnen oefenen, zowel in het college als in de raad met het akkoord wat daarin komt. Weet je, kijk, uiteindelijk draait de komende 4 jaar voor mij en voor onze partij om 2 dingen. En het eerste is onze eigen standpunten, waar wij achter staan, waar onze kiezers ook door voor op ons hebben gestemd, om die te realiseren en dat VVD-geluid dus ook beter hoorbaar te maken, zichtbaar te maken en punten te realiseren. Uiteindelijk draait het om resultaten, om die resultaten te halen. Dat is het allerbelangrijkste. Als dat kan in een coalitie, dan staan we daarvoor open en bespreken we dat. Als dat is via de oppositie, dan kan dat ook. Ja. Uiteindelijk is dan vers 2 dat je na 4 jaar uiteindelijk weer die kiezer vraagt om een keuze te maken in het stemhokje. Dat we ook wel dan het geloof, het vertrouwen aan de voorkant graag willen hebben, dat dat zich dus uitbetaalt in meer zetels, meer invloed, meer VVD-standpunten, nog meer leefbaarheid, et cetera. Wat een verhaal. Wat een verhaal om er onderuit te komen. Wat echt het verhaal is. Ja, maar je moet toch, je bent met me eens als je en zeker als VVD die zeg maar een paar pijlers altijd heeft gehad. Dat is wonen, dat is veiligheid. Lage belastingen. De OZB die op nul moet blijven. Maar Dan ga je toch zeggen, wij willen een wethouderspost waarbij wij dat ook kunnen realiseren. En niet meer een wethouderspost waarbij we het verschil niet meer kunnen maken. Want dat is natuurlijk de afgelopen 4 jaar gebeurd. Los, die laatste opmerking is even voor jou. Maar die neem ik zeker voor mijn rekening. Maar jullie zijn niet zichtbaar geweest als VVD. De komende 4 jaar, als wij in een coalitie plaats gaan nemen, dan is dat onder de voorwaarde dat we daarin het VVD-geluid kunnen laten horen, die zichtbaarheid kunnen hebben. Dat is één. En dus ook, en die is dus nog belangrijker, de standpunten kunnen realiseren, de belangrijkste punten kunnen realiseren uit ons eigen programma. Ja. En op die manier ga ik erin. En het mooie is wel dat die standpunten natuurlijk niet mijlenver vandaan liggen van... Daarom. Want als je de programma's allemaal naast elkaar legt, dan zijn de verschillen, die zitten in de marges. Hè? Dat is niet overal. Maar op hoofdlijnen zitten liggen de programma's heel dicht bij elkaar. En hoeven daar volgens mij niet echt hele moeilijke discussies en pijnlijke discussies plaats te vinden om bepaalde standpunten gerealiseerd te krijgen. Maar ik kan me wel voorstellen, du moment dat het in uitvoering komt, dat je dan het verschil moet kunnen maken. Ja, precies. En dan moet je binnen het college de slagkracht hebben als partij zijnde om het verschil te maken. En dat zullen we in die onderhandelingen dan ook meenemen. Ja. Als die komen. Kijk, en het interessante, ik wil nog wel even terugkomen op wat je zegt. Als je die partijprogramma's naast elkaar legt, zitten daar geen supergrote verschillen in. En als je dan gaat duiden de uitslag van de verkiezingen, dan is op inhoud het verschil dus niet gemaakt, maar gaat het dus om andere belangen. En dan komen we er weer. Ja. Wat de personen. Ja. Men heeft echt heel veel op de personen gestemd. En dat zie je dus ook terug. Want er is ook, zeg maar, om even een van de speerpunten van een andere partij te nemen, om tegen het energielandgoed te zijn. Nou, dat heeft zich vertaald in 3 zetels. Je kunt zeggen, dorpsbelangen is daar een iets genuanceerder in. Dus zeg even tot het in 4,5 zetel vertaald is, de tegenstand van het energielandgoed. Ja. Dat was één van de grote thema's. Maar alle andere thema's, die zijn toch flinterdun geweest. Die zijn toch, er is te weinig gebouwd, er moet meer gebouwd worden. Allemaal willen we meer veiligheid. Ja, precies. Daar zitten de verschillen toch niet in? Nee, dat klopt. En de grote thema's zijn er niet. En als je dan de uitslag duidt en je zegt 4,5, ik ga even mee met je 4,5, 4,5 tegen, betekent 10,5 voor, is een ruime overwinning. Voor dat standpunt voor. Precies. En, maar dat was wel een CDA-projectje.
Nou ja, het stukje onafhankelijkheid is het VVD-geluid wat we daarin hebben gezet. Hè? Jullie en hebben daar, het van energie-neutraal van energie-neutraal naar onafhankelijk gebogen. Ja. Maar dat heb ik... Zijn jullie dan te bescheiden geweest om dat te roepen in de verkiezingen? Nou, ik denk dat we daarin minder bescheiden moeten zijn de komende 4 jaar als we, niet alleen in coalitieverband, ook in oppositieverband. Ja. Nou. We gaan afsluiten. Over een maand, anderhalve maand, zit je in de oppositie of in de coalitie? Durf ik niet te zeggen. Echt niet. Het is echt afhankelijk van twee dingen. Eén is, gaat die deur open voor ons om aan tafel te komen? Ja? Want anders kan ik van alles roepen hier. En twee is, wat gaat er uit die onderhandelingen dan komen? En nogmaals, het is niet zo dat wij per se op dat plusje willen zitten. We willen per se onze idealen kunnen realiseren. Dat willen we. Oké. Pepijn Verrijen, ik ga jou danken. En zo gauw als er iets te melden is, zo gauw als jullie wethouderskandidaat bekendmaken omdat jullie in de coalitie zitten, dan hoor ik het graag en dan schrijf je eraan. Ja, en tot die tijd, vraag maar aan Jacob. Bedankt. Maasduinen Centraal.